Deze video gaat over het toepassen van de sinusregel en de cosinusregel. Vorig jaar heb je geleerd wat de sinusregel en de cosinusregel zijn, en dit jaar gaan we die twee regels toepassen bij een aantal ingewikkelde opgaven. En een van die ingewikkelde opgaven bespreek ik in deze video. Eerst wil ik even kort met je herhalen wat de sinus- en cosinusregel ook alweer waren, en daarna gaan we snel kijken naar dat voorbeeld. Maar eerst even hoe zagen die regels er ook alweer uit? Nou, je ziet de regels hier onderin staan. Van de cosinusregel hadden we drie varianten a kwadraat is b kwadraat per c kwadraat, min 2bc keer cosinus alfa. En daarna hadden we nog twee andere varianten waarbij er steeds een andere letter aan de voorkant stond. Je kon de cosinusregel toepassen in elke driehoek. En je gebruikt de cosinusregel als je een zijde of een hoek niet weet. En het mooie aan de cosinusregel was dat het de enige regel was die we konden gebruiken als we drie zijden hadden, maar we hadden geen enkele hoek. En naast de cosinusregel hebben we ook nog de sinusregel, die staat hier onderin. De sinusregel daar is maar één variant van en die zegt dat A gedeeld door sinus alpha gelijk is aan B gedeeld door sinus beta. En dat is gelijk aan C gedeeld door sinus gamma. En ook voor de sinusregel geldt, die kan je in elke driehoek gebruiken. En de sinusregel kun je alleen niet gebruiken als je maar drie zijden hebt. Je moet altijd in ieder geval één hoek hebben om de sinusregel te kunnen toepassen. Okay, we gaan deze twee regels dus toepassen bij een voorbeeld. En het voorbeeld zie je hier naast mij getekend. Je ziet hier een vierhoek, de vierhoek ABCD, waarbij geldt dat AB 10 is, CD is 6 en AD is 4, hoek A is 70 en hoek D is 130 graden. En de opdracht bij het voorbeeld is, bereken de lengte van BC in 1 decimaal nauwkeurig. Dus we willen graag weten hoe lang is het stuk van B naar C, het stuk wat je hier ziet. Nou, om dat stuk uit te kunnen rekenen gaan we dus gebruik maken van de cosinusregel en de sinusregel. En die kun je alleen maar toepassen in driehoeken. Dus we moeten er eens voor zorgen dat hier op de een of andere manier een driehoek ontstaat. Nou, die driehoek is er nog niet, maar die kunnen we wel maken door het tekenen van een hulplijn. Dus we pakken even onze Geo en dan gaan we een hulplijn tekenen. En het lijkt me handig om dat te doen van B naar D. Dus zo dwars door het figuur heen tekenen we onze hulplijn. Zo. Dit is de hulplijn geworden en je ziet er ontstaat hier nu aan de rechterkant een driehoek en in die driehoek zit onder andere zijde BC. Dus we willen uiteindelijk in die rechter driehoek BC uitrekenen met of de cosinusregel of de sinusregel. Maar op dit moment kan dat nog niet, want in die driehoek heb ik zijde CD, daarvan weet ik hoe lang die is, maar verder weet ik helemaal niks. Ik weet die andere twee zijdes niet. Deze hoek was 130. Die is nu wel op een of andere manier ja, verdeeld, maar het is niet door de helft verdeeld. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, oh 130 doe ik gedeeld door 2 en dan weet ik hoe groot het is. Zo werkt het niet. Ik weet alleen maar deze zijde, dus ik heb nog veel meer informatie nodig. Wat heb ik nodig? Nou, als ik weet hoe lang BD is, dan ben ik al een heel eind. En als ik dan ook nog weet een van de, hoe lang groot een van deze hoeken is, dan weet ik alles wat ik moet weten. Dus wij gaan nu beginnen met het berekenen van de lengte van B naar D. Nou BD bevindt zich in de driehoek ABD. En van die driehoek weet ik dat deze zijde 10 is, deze is 4 en deze hoek is 70 graden. En nu weet ik genoeg, en kan ik dus gebruik maken van de cosinusregel om uit te rekenen hoe lang het stuk is van B naar D. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou laten we eerst eventjes de gegevens er hierbij zetten. De hoek die hoort bij A, die noem ik even hoek alfa. Dus zit hier even een kleine alfa neer. Dat is alfa. De zijde tegenover de hoek alfa noem ik altijd zijde kleine letter a. Dus de zijde hier is kleine letter a. Die gaan we zo meteen uitrekenen. Hier onderin, deze zijde noemen we gewoon even kleine letter b. Zijde b. En de andere zijde die we nog hebben, deze die noemen we even zijde c. En nu gaan we de cosinusregel toepassen. Dus wij willen weten hoe lang is de zijde met kleine letter a. Dus we pakken variant nummer 1 van de cosinusregel. En die gaan we invullen. Dus a dat is bd, dus we gaan dan noteren. Dat wordt bd kwadraat is gelijk aan. Nou, b in het kwadraat, b dat is dus 10. Maar je had voor b ook die ander mogen kiezen hoor, dat maakt helemaal niet uit. Maar goed, wij doen dus 10, 10 in het kwadraat. Dus dat wordt 10 kwadraat plus c in het kwadraat, dat is die van 4, plus 4 kwadraat. Min, en dan doen we 2 keer b keer c. Nou, min 2 keer 10 keer 4. Dus min 2 keer 10 keer 4. Keer de cosinus van hoek alpha. En hoek alpha is de hoek tegenover zijde A. En die is 70 graden. Dus keer cosinus 70. Nou, je ziet, we hebben de cosinusregel nu ingevuld. En die rechterkant, die kan ik gewoon in mijn rekenmachine zetten en dat uitrekenen. En dan vind ik dat bd kwadraat gelijk is aan. 88,63 puntje, puntje, puntje. En ik wil natuurlijk weten hoe lang BD is en daarvoor moeten we dus de wortel nemen van 88,63. En dan kom je uit op BD is 9,41 puntje, puntje, puntje. Dus blijkbaar is de lengte van BD hier in dit figuur, die we al A hadden genoemd, 9,41 puntje, puntje, puntje. Oké, okay, nu weten we dus hoe lang van B naar D is. Maar we hebben nog veel meer nodig hè, om de waarde van BC te kunnen berekenen. Want ik weet dus nu in die rechte driehoek één zijde hier en ik weet één zijde daar. Maar ik heb in ieder geval nog één hoek of nog een zijde nodig om BC uit te kunnen rekenen. Nou nog een zijde gaat niet lukken, want de zijde die we moeten weten is juist BC, dus dat heeft geen zin. We gaan juist de hoek uitrekenen. En welke hoek kunnen we berekenen? Nou hier, die hele hoek D, zo, die is 130. Graden. En die hoek die hebben we in twee stukken verdeeld door die lijn er doorheen te tekenen. Maar we weten natuurlijk niet hoe groot die twee stukken zijn. Maar als we nou kunnen uitrekenen hoe groot deze kant is van hoek D, dan weet ik ook hoe groot die andere kant is, hè? want die is 130 min het stukje wat ik hier heb. En als ik hem hier weet, dan heb ik mijn ene ontbrekende hoek waarmee ik uiteindelijk BC kan uitrekenen. Oftewel, wij gaan dus uitrekenen hoe groot is dit stuk van hoek D. En dat gaan we dus opnieuw doen met de hulp van de gegevens die we hier allemaal hebben. Nou, Gaan we weer even invullen. Wat is welke letter? Nou, de hoek hier, zo die ik wil weten, noem ik even hoek alfa. Hoek alfa is hier onbekend. Tegenover hoek alfa heb ik altijd zijde a. Dus deze zijde noem ik nu zijde a. En die andere twee zijden noem ik gewoon b en c. Je mag zelf kiezen hoe je dat doet. Dus ik noem deze bijvoorbeeld b en die andere die noem ik c. En nu gaan we opnieuw gebruik maken van de cosinusregel en ditmaal dus om uit te rekenen hoe groot hoek alpha is. Nou, we pakken varianten nummer 1, want daar zit hoek alpha ook in. Dus we noteren, we doen a in het kwadraat. A dat is 10. Dus je krijgt 10 kwadraat. Is gelijk aan b kwadraat plus c kwadraat. Het wordt dus 4 in het kwadraat plus 9,41 puntje, puntje, puntje kwadraat. Min 2 keer b keer c. Min 2 keer 4 keer 9,41 puntje, 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 keer de cosinus van hoek alpha, dat is dus de cosinus van de hoek hier. Dus keer cosinus van hoek ADB. Nou, nu hebben we de cosinusregel ingevuld en nu gaan we dus uitrekenen hoe groot is de cosinus van hoek ADB. Daarvoor gaan we eerst alles hier zoveel mogelijk uitrekenen. Ik begin helemaal links, 10 kwadraat is natuurlijk 100, dus hier krijgen we 100. Is, nou, we kunnen hier 4 kwadraat plus 9,41 puntje, puntje, puntje kwadraat uitrekenen. Daar komt ongeveer uit 104,63. En dan doen we ook nog 2 keer 4 keer 9,41. Dus dan krijgen we min 75,31 puntje, 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 keer cosinus. Hoek A, D, B. Nu gaan we door met het uitrekenen van die cosines. We gaan dus eerst even dit losse getal naar de andere kant verplaatsen. En want je mag deze twee niet van elkaar afhalen, want hier staat nog keer. Dus dit hoort zeg maar bij elkaar. Dus ik verplaats deze naar links. Dan krijg ik aan de linkerkant uiteraard 4,63 is min 75,31. De cosinus van hoek ADB. Nou, nu wil ik dit getal wegwerken, want dan weet ik hoeveel die cosinus is. Dus dan gaan we links en rechts delen door min 75,31. Schrijf ik de cosinus even links, dus we krijgen dan de cosinus van hoek ADB is gelijk aan 4,63 gedeeld door min 75,31. En als je dat uitrekelt op de rekenmachine kom je uit op ongeveer 0,06 puntje, puntje, puntje. Nou, de cosinus van die hoek is dus gelijk aan 0,06 puntje, puntje, puntje. Maar we willen graag weten hoe groot is die hoek. Dus ik wil weten, hoek A D B is gelijk aan. Dus ik moet op een of andere manier die cosinus weghalen. Hoe nou, haal je cosinus weg? Daarvoor doe je het tegenovergestelde van cosinus, dat is cosinus tot de macht min 1 of acos, afhankelijk van de soort rekenmachine die je hebt. En dat doe je dus van hetgene wat hier staat. Dus je doet bijvoorbeeld acos van 0,06 en in graden krijg je dan 86,46 graden. Dus hoek ADB, dat is dus de hoek aan deze kant die wij alpha hadden genoemd, die is dus 86,46 graden. En dat ga ik er ook even inzetten. Dus deze is 86,46 graden. Nou, wij deden dit allemaal omdat we die hoek aan de andere kant wilden weten. Hè? Want die was onderdeel van die driehoek hier. En daar zat uiteindelijk het, het vraagtekentje in. Dus daar willen we naartoe. Nou, die hele hoek was 130. Dus we gaan 130 min 86,46 doen. Dus dat gaan we ook even noteren. 130 min. 86,46 graden is gelijk aan 43,53 graden. En dit is dus de hoek die zich hier aan de andere kant bevindt. Dat is dus hoek BDC. Dus dat gaan we nog even noteren. Hoek BDC is gelijk aan 43,53 graden. Dat is dus de hoek hierbovenin. En nu hebben we dus in deze driehoek twee zijdes en een hoek, en weten we dus genoeg om die laatste ontbrekende zijde uit te rekenen. Dus we hebben dus nu, met hulp van de cosinusregel, een onbekende hoek uitgerekend, met hulp van cosinusregels, zoals we dat eerder ook wel eens hebben gedaan. En uiteindelijk had je dus in totaal 130. De gerekende hoek ging er nog vanaf, hield je deze over, en nu zijn we gereed om dat vraagteken uit te rekenen. Oké, okay, nu kunnen we dus de waarde van het vraagteken uitrekenen. Want in die rechte driehoek hebben we dus nu twee keer een zijde en we hebben een hoek. En daarmee kunnen we met de hulp van de cosinusregel het vraagteken berekenen. Dus laten we weer even de gegevens invullen. Het vraagteken dat willen we weten, die noemen we even a. Dus ik ga hier de a en de b even weghalen. Ik noem deze nu a. En tegenover dat vraagteken daar bevindt zich hoek alpha. Die is dus 43,53 graden. Dus dit is nu alpha geworden. Nou, die andere twee zijdes die ik weet, die noem ik gewoon B en C. En dat mag je weer zelf kiezen, dus ik noem deze B en deze zijde noem ik C. En nu gaan we de cosinusregel invullen. En aangezien we A niet weten, kiezen we weer voor variant nummer 1. Dus we krijgen het volgende: A is BC kwadraat is gelijk aan B kwadraat plus C kwadraat. Nou, B dat is 9,41, dus 9,41 kwadraat plus en c, dat is 6 kwadraat. Min 2 keer b keer c, 9,41 keer 6. Keer de cosinus van alfa. En alfa was de hoek die we net hadden berekend. Dat is diegene hier, 43,53. Dus de cosinus van 43,53. Ik heb de cosinus eigenlijk al helemaal ingevuld. Dit kun je allemaal weer net als bij onze eerste stap invullen in je rekenmachine en uitrekenen. En dan kom je uit dat BC kwadraat gelijk is aan 42,72. Nu moeten we uitrekenen wat de waarde van BC is. Daarvoor doen we dus de wortel van die 42,72. En dat ronden we af op 1 decimaal. En wat in het eindantwoord moet je afronden op 1 decimaal. En dan krijg je dus BC is gelijk aan 6,5. En dat is dus de lengte van de zijde met het vraagteken. En nu hebben we deze opgave helemaal netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien in deze video? Je moet dus de sinus en de cosinusregel meerdere keren achter elkaar kunnen toepassen om in zo'n ingewikkeld voorbeeld als dit het antwoord te vinden. En soms een beetje een puzzeltje, je moet ook al eens een hulplijn erbij tekenen. En zoals je hier ook zag, we tekenen de hulplijn om twee driehoeken te krijgen. En dan ga je gewoon kijken wat weet ik en waar wil ik naartoe. En zo ga je stapje voor stapje allemaal dingen uitrekenen. Zorg ervoor dat je onderweg niet afrondt. Dus doe ik hier ook niet Ik noteer steeds puntje, puntje, puntje. En daar ook. Want anders maak je onderweg al afrondfouten. En dan kom je aan het einde nooit meer exact uit op het antwoord. Verder wil ik je adviseren. Neem die tekening altijd zelf even over. Zodat je er dingen in kan zetten. Zoals ik hier doe. Dus als je ziet, dat wordt dan soms wel een beetje geklieder. Maar goed, het is alleen maar om jezelf te helpen. Om de vraag beter te begrijpen. Werk je opgave net zo netjes uit. Zoals ik dat doe. Want dan krijg je alle punten voor dit onderdeel op het proefwerk. Handig hè, zo'n uitlegvideo? Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.